allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, yay! En vandaag hebben we de generale repetitie op school. Ja, de generale repetitie op school voor de voorstellingen die woensdag starten. Dus dat is echt super spannend. Hou op, we zijn allemaal helemaal druk en zenuwachtig en weet ik het allemaal. Maar het gaat hartstikke goed komen, joh. Het gaat helemaal goed komen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vanavond geef ik ook mijn laatste lessen voor dit jaar. Sluiten we gewoon leuk af met een kerstles. Hè? Want ja, dat is hartstikke gezellig. En verder is het eigenlijk gewoon een hele normale dinsdag. Nou, niet heel normaal hoor, op school. Want we hebben allemaal planningen. En we hebben zeg maar niet meer het standaard rooster. Dus we moeten overal en overal zijn. Op verschillende tijdstippen, dus het is hartstikke druk. Ik ga mijn tanden poetsen. Ik sta heel even in de action. Ja jongens, ik heb dus even een reuze dobbelsteen nodig. Dat klinkt stom, ik weet het, maar we gaan dus dobbelen met de klas. Als een soort van kerstidee op vrijdag. Maar ik heb dan eigenlijk even een reuze dobbelsteen nodig. Weet je wel, zo'n foam dobbelsteen, die is super waanzinnig. Die kan je lekker gooien en dan... Zie je gelijk het nummer, maar ik dacht dat de Action dat wel had, maar dat is blijkbaar gewoon niet zo. Maar ze hadden wel wat kleinere, anders doe ik die gewoon. Hier. Deze, dit is ook goed. Een goede dobbelsteen. Oké, dan doe ik er gewoon twee, want je weet natuurlijk hoe dat gaat. Als je er één hebt, die is gelijk natuurlijk footsie. Dus dan heb ik altijd nog een tweede. Waanzinnig. Ik hou zo van de Action, zulke leuke spulletjes. Jongens, ik heb het idee dat ze na dit gewoon echt weg en op zijn. Normaal stond hier nog een tray hiernaast. Maar het is er nu maar één geworden. En het dunt heel erg in. Ik ben heel erg bang, mijn kaneelsterren gaan eraan. Hallo allemaal, we zijn druk bezig met voorbereiden. We hebben straks generale repetitie. Maar het is echt wel helemaal officieel met make-up en kostuum. En dat wisten we helemaal nog niet, joh. Dus we zitten allemaal te rennen door het gebouw. Waar is de make-up? Je hebt het gevonden! Ja, blijkbaar staan ze dus allemaal in Studio 5 en moeten we ze dus zelf halen. Wat een gewerk. Ik heb een beetje iets opgedaan voor de sier, maar het... Ja, ik kan het gewoon niet. Ik ben er helemaal totaal niet goed in. Wouter, mag ik kijken hoe jij erbij uitloopt? Koekoe! Koekoe! Je suis een pankoek! Waarom is hier nergens ergens een toilet? Kom je erin of niet? Nee. Zal ik even kijken of ik contacten heb? Ja. Ja! Waar zijn hier toiletten? Gewoon geen toilet. Ik heb dus op mijn balletschoentjes allemaal glitters. Dat had ik van de danscreatie. Zie je het een beetje? Ik weet niet of dat erg is hoor. Ja, er moet ergens wel een manier zijn om die glitters weg te krijgen. Oh! Oh, we zijn al begonnen! Ja! Het boeit niet, Jace, niemand ziet het. Weet je dat zeker? Wouter zegt niet. Nou, Jort, we zijn al volop begonnen. Ik ben ondertussen even aan het editen. Het gaat zo snel. Morgen is het al, hè, jongens. Ah, ik ben helemaal een soort zenuwachtig. Morgen hebben we twee voorstellingen en donderdag 1 en vrijdag 1. 4. Oké, nou, ik ga me maar klaarmaken dan, hè. Dat jammer. Hey, 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 we komen net van school. We hebben heerlijk gerepeteerd. We zijn lekker vroeg vrij, 5 uur. Eigenlijk officieel waren we 6 uur klaar vandaag. Had voor mij niet echt uitgemaakt, want ik moet natuurlijk lesgeven. Dus ik moet sowieso naar de dansschool. Dus, maar dan ga ik gewoon rustig daarheen. Ik moet nog een vlog editen. Ik ben zenuwachtig voor morgen. Morgen is gewoon echt... Ja, morgen starten de voorstellingen. Doodeng. Ja, ik vind het toch wel weer heel spannend. Ja. Ja, jongens, Lien heeft het openbaar gezet. Kijk hoe schattig. Och. Zio Gomez Lopez. Kijk, bam. Ach, zo cute. Oh, zo lief. Ik vind het wel heel cool om te zeggen dat ik het als een van de eerste wist. Ja. Yes. Kijk hoe. Oh, zo cute. Ach. Ik heb hier op mijn story gezet. Ik kan niet wachten om me op te passen op deze cutie beauty. Goed, ik ga lekker lesgeven. Ja. Fijn ook voor Lien dat haar zwangerschap nu ook even voorbij is.
Gezellig, lekker afsluiten. Nou jeetje, jullie zagen het. Wat hebben we gezellig afgesloten. We hebben lekker allemaal snacks meegenomen. En hebben we lekker gegeten. En er waren van die lekkere komkommertjes ook. En worteltjes en paprikaatjes met heerlijke pikante hummus. Hummus. Zo lekker. Nou, ik likte echt mijn vingers erbij op. Gezellig dan ook. En dan praat je zo drie kwartier uurtje weg. En dan denk ik van, ja, het is toch 10:00. We moeten toch met z'n allen wel een beetje gaan inpakken naar huis. Morgen weer school. En werken. Ik heb 2 leuke partypoppers gehaald. Die zag ik toevallig bij de Kruidvat. Leek me hartstikke leuk voor oud en nieuw. Toch? Om 12:00. Boom! Ik weet niet of ik dit jaar vuurwerk doe. Ik heb de laatste jaren volgens mij geen vuurwerk gedaan. Ik vergat het iedere keer. Vroeger deden we het altijd met de hele buurt. Maar tegenwoordig valt het allemaal wel een beetje mee. Wie weet gaan we gewoon wat vuurwerk halen hoor. Ik vind het gillen hoor. Je hebt echt mensen die houden van vuurwerk en mensen haten vuurwerk. Oké, ik heb een campagne met Seraven. En echt super cool. Ik heb nu een pakket binnengekregen. Dus dat moet ik even unboxen. Tadaa. Wauw. Cool. Hi you, ontzettend bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar. We kijken uit naar een gezond en gelukkig 2024 en wensen je veel geluk en een stralende huid toe. Lieve groet, wat leuk. Nou meid, wat goed, wat leuk. Wauw. Oeh. Wauw. Oké. Nou, echt super cool. Wat is dit eigenlijk? Hydraterende reinigingscreme, hydraterende hyaluronzuurserum, hydraterende crème. Wauw. Mooi. Oké, nou, campagne. Oké, guys, ik ga lekker de mukbang die ik met Denise heb opgenomen, ga ik even afkijken. Ik was halverwege, maar dan val ik weer in slaap. Dus dan heb ik natuurlijk geen idee eigenlijk uiteindelijk de dag erna waar het over ging. Dus ik ga het gewoon heerlijk... Wat is dit nou weer? Ook dat het een dier was. Het is gewoon van een kerstcadeautje dat ik heb gekregen. Een soort, ja... Noem je ze iets, zo'n kerstballetje. Oeps. Ik dacht dat het lieve heersbeest was. Ik denk, wat krijgen we nou op mijn bed? Hou op. Dus dat ga ik nu even kijken. Ik ga de vlog afsluiten, jongens. Ik vond het weer gigantisch leuk met jullie vandaag. Hopelijk jullie ook met mij. En ik zie jullie hopelijk morgen weer in een nieuwe vlog. Nou, wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.